Het gaat steeds beter met jou, hè? Ja, klopt. Steeds beter. Maar hoogvorm ontbreekt nog. En die is hier nodig op dit soort parcoursen. Het ging op zich aardig in Quebec, maar ik merkte dat ik niet de benen had om echt mee te doen in de wedstrijd. En dat maakt het koers wel een stukje minder leuk. Begin je wel steeds meer een wielrenner weer te voelen? Ja, dat zeker. Het is gewoon heerlijk om je gewoon normaal te voelen in training. Te voelen dat je beter wordt. Dat de trainingen daadwerkelijk iets doen voor je lichaam. Dus dat is een goed gevoel. En dat maakt alles gewoon fijner. Dat is denk ik heel belangrijk, ook een gevoel voor straks richting een volgend seizoen. Dat je dit seizoen in ieder geval goed kunt afsluiten. Hè? Ja, precies. Het is gewoon, qua wielrennen is het gewoon niet een topjaar geweest. En dat is wat het is. Ik hoop inderdaad om het goed even af te sluiten. Er zijn nog een paar mooie wedstrijden. En als ik deze lijn nu nog even doortrek, dan hoop ik in mijn laatste paar wedstrijden nog even wat moois te kunnen laten zien. Wat is er eigenlijk dit jaar misgegaan? Ja, er zijn verschillende redenen. Het begon allemaal met COVID en je kan er de term long COVID aan plakken. Je kan er ook iets anders aan plakken, maar het komt erop neer dat ik gewoon telkens goed ziek werd met een tussenperiode van 2 maanden. Wat de opbouw goed maakte. Ik voelde me weer goed en telkens weer een terugslag. Dus ik heb eigenlijk heel het jaar gewoon opgebouwd en gelijk na mijn goede lange opbouwperiode een grote terugslag had. En dat maakt het heel lastig. En vanaf wanneer heb je eigenlijk het moment van, ja, nu zit ik echt weer in een opbouw en gaat het echt de goede kant op? Ja, dat heb ik dus al 3 keer gehad. En dit keer is het wel de langste keer dat ik het volhoud, zeg maar, zonder weer ziek te worden. Dus ik hoop dat ik dat in ieder geval kan doortrekken tot aan het eind van het jaar. En dan is dat mooi. Wedstrijd in Canada. Wat staat er vervolgens op je programma? Ik ben dadelijk terug in Nederland en dan doe ik 3 wedstrijden achter elkaar in België. En aan het eind van het seizoen nog Parijs-Bourges en Parijs-Tours. We kennen je heel goed van afgelopen jaar. Dat is natuurlijk ook hetgeen wat jij je nu aan vasthoudt, hè? Ja, ik bedoel, ik had vorig jaar echt een topjaar. Dus dit is het tegenovergestelde. Maar ik weet nu wat ik kan. Ik weet welk niveau ik kan halen. Dus dat geeft veel vertrouwen en ook gewoon moraal voor wat komen gaat. En ondertussen kijk je ook alweer een beetje verder vooruit, denk ik, naar 2023. Ja, ik bedoel, dit jaar kan ik in wielrennen-termen gewoon snel gaan vergeten. Ik bedoel, het was niet waar ik op had gehoopt aan het begin van het jaar. Dat is wat het is en die jaren zitten ertussen. Dat is normaal. Dat gebeurt elke wielrenner wel eens. Dus voor een pechjaar was het eigenlijk gewoon een leuk jaar nog. Ik bedoel, ik heb liever toch dit dan dat ik 2 maanden in het ziekenhuis lig en knijtheftige blessures heb waarvan ik moet opbouwen. Ik had gewoon nog een heel normaal leven nu naast het wielrennen. Dus dat was op zich fijn. Maar ja, liever anders natuurlijk. Maar het belangrijkste, de moraal is niet gebroken, hè? Nee, precies. Die is er nog steeds. En dat is inderdaad wat je zegt, het belangrijkste.